Hoi, welkom bij weer een nieuwe video. Ik heb vandaag mijn februari TBR. We zitten al wel een week al ruim in februari, maar mijn man had nachtdienst, dus die lag hier overdag elke keer te slapen, dus kon ik ook niet filmen. Dus iets verlaat, maar ik heb hem. De TBR voor februari. Ik ben weer heel erg enthousiast geweest. Dat wil zeggen dat ik weer een heleboel boeken heb geselecteerd die ik graag in februari wil lezen. Waarvan ik nu al weet dat dat nooit allemaal gaat lukken. Maar ja, je kan maar beter je doel een beetje hoog stellen. Wie weet lukt het wel. Eén boek ligt beneden, want die ben ik nu aan het lezen. Dat is een kinderboek. Het geheime of mysterieuze huis op de heuvel, zoiets. Dus die ben ik vergeten te pakken, maar die zit er sowieso bij. Dan ook nog zeker twee e-books. Waarvan ik de titels nu nog even niet weet. En ja, ik weet ze niet helemaal duidelijk. En helemaal, volgens mij is iets van de geheime politie of zo. En iets met van mijn seksualiteit. Nou, in ieder geval twee nieuwe boeken die uit gaan komen. Die ik voor mijn werk moet lezen. Maar ja, die heb ik dus alleen als e-book. Daar weet ik dus verder ook nog niet zo heel veel van. In de video, mijn wrap-up van de maand februari, die ik dus in maart ga opnemen, zal ik daar alles over vertellen. Want die ga ik sowieso lezen, want die moeten voor mijn werk gelezen worden. Dan ga ik laten zien wat ik hier nu heb liggen, wat ik heb geselecteerd om deze maand te lezen. Het mysterie van Winterhuis Hotel van Ben Gutterson. Dit is het derde deel in de Winterhuis-serie, het Winterhuis Hotel-serie. Ook met het woord mysterie, daar heb ik een paar titels van deze maand. Dus ik haal het allemaal een beetje door elkaar. Want dat andere boek wat ik nu aan het lezen ben beneden is ook iets met het geheim of het mysterieuze huis. Ook een kinderboek. Dit is het derde deel. Leest op zich wel heel erg snel, denk ik. Want er zitten ook wel hele gave afbeeldingen in. Dus deze zal ik wel moeten kunnen lezen in de maand februari. Die cover is ook, net als de andere twee delen, fantastisch. Dan heb ik ook een paar thrillers ertussen liggen, want die lees ik op zich ook meestal wel lekker snel. Waaronder De Kliniek van Martine Kamphuis, die ik graag wil lezen. Ik heb nog nooit iets eerder van haar gelezen, dus ik ben erg benieuwd. Hier ben ik heel erg benieuwd naar. Toevluchtsoord van Jérôme Loubry, denk ik dat je uitspreekt, van de boekerij. Deze kregen we op mijn werk binnen een aantal leesexemplaren. En ik heb hier alleen maar goede dingen over gelezen op social media. Dus ik wil deze echt heel erg graag snel gaan lezen. Hij ligt echt als een van de eerste klaar om te pakken. Dan wil ik ook De Olifantendief lezen van Jane Kerr. Van uitgeverij Ploegsma kreeg ik deze opgestuurd naar aanleiding van mijn aanvraag. Heb ik in het Engels al een aantal keren online voorbij zien komen. Toen leek hij me ook al erg interessant en hij is dus nu vertaald. Dus nou, het is wel een dikker kinderboek. Dus op zich wel wat redelijk grotere letters. Maar ja, we gaan het zien. Ik hoop dat ik deze maand gewoon een hele fantastische leesmaand ga hebben. Even kijken. Van Jenny Colgan, Winter in de Kleine Bakkerij van Alice Amsterdam. Volgens mij heb ik deze ook via mijn werk gekregen. Dit is echt zo'n feel-good boek die denk ik ook heel snel lees. En omdat het een beetje een wintersboek is, had ik zoiets van ja, die wil ik dan eigenlijk ook wel deze maand hooguit volgende maand lezen. Want anders ga je dit in de lente of de zomer lezen. Dat vind ik dan, nou ja, klopt niet. Ja, nu ligt er overal sneeuw, dus dan is dit natuurlijk wel een perfect boek om te gaan lezen. We gaan het zien. Een boek van mezelf, Een man die Ove, of Ovi heet, van Frederik Bakman. Deze heb ik zelf gekocht, ook omdat ik van deze auteur heel veel goede recensies voorbij zag komen. Ja, dit zijn wel hele kleine lettertjes. Maar ja, hij ligt klaar. Ik hoop dat ik eraan toe kom, maar ik geef eerder voorkeur even aan lees- en recensie-exemplaren. Maar ja, wie weet lukt het me allemaal wel. Joël Dicker, Het mysterie van kamer 622. Ook een mysterie. Deze heb ik ook als leesexemplaar via mijn werk gekregen. Dacht ik, of heb ik hem gekocht? Nee, volgens mij een leesexemplaar. En hier heb ik ook alleen maar hele goede recensies van gelezen. En dit is ook een van de boeken die ik in mijn video had meegenomen, welke ik zeker dit jaar wil lezen. Dus het zou mooi zijn als ik hem deze maand zou kunnen lezen. Want dan heb ik alweer een boek die ik in die video heb opgenoemd, die ik af kan strepen van de lijst. Maar ja, het is wel een hele dikke pil. Maar ja, als een boek me pakt, dan lees het net zo snel als een dun boek wat me niet pakt. Dan kom ik helemaal niet in vooruit. Dan heb ik American Royals van Catherine McGee. Volgens mij was dit ook een leesexemplaar via mijn werk. Ik denk dat dit een heerlijk boek is voor tussendoor. Daar hoef je niet denk ik heel veel bij na te denken. Gewoon een beetje
zo'n romcom-achtig verhaal. Maar ik zie nu trouwens pas dat in haar zonnebril, oh, daar gaat een stapel, een fotograaf te zien is. Dat was me nog niet eerder opgevallen. Maar in ieder geval, die hoop ik ook te kunnen lezen in februari. Nou, eentje die ik al gelezen heb. En dat is toch wel fijn, want het is een hele dikke. Het onzichtbare leven van Eddie LaRue van V.E. Schwab. Ik ga verder niet vertellen in deze video wat ik ervan vond. Want nou ja, dat is weer voor een andere video. Maar die had ik dus voor mijn TBR van februari. Maar die heb ik inmiddels al uit. Dus dat scheelt. Ik heb er al een paar uit hoor. Dus die kan ik sowieso alweer op het plankje zetten van al gelezen. Deze van de Crime Company. Hey Denemarken van Svea Ersson. Ook een thriller. Niet super dik. Die had ik ook maar erbij gelegd. Ook omdat ik die als recensie-exemplaar heb gekregen. En nou ja, er liggen echt heel veel lees- en recensie-exemplaren nog die ik moet lezen. Dus ik wil daar een beetje wat vaart in maken. Zodat ik ze ook kan recenseren op mijn blog. En nou ja, dan heb ik in ieder geval mijn taak volbracht. Dus deze hoop ik ook nog te lezen. Ik had ook nog een boek van mezelf gepakt. Want ik denk, ja, ik heb ook heel veel boeken die ik zelf heb gekocht. Die ik ook graag wil lezen. Dus meestal pak ik elke maand het merendeel lees- en recensie-exemplaren. En dan een paar van mezelf. A Good Girl's Guide to Murder van Holly Jackson. Een Engels boek, want ook dat wil ik blijven volhouden. Gewoon lekker veel Engels lezen. Want ik heb ook eigenlijk heel veel Engelstalige boeken. Dus deze heb ik er ook bij gepakt. Schijnt ook echt een fantastisch boek te zijn. Dus ik denk, ik leg hem erbij. Ik hoop dat ik eraan toe kom. Zo niet, dan neem ik hem mee naar volgende maand. Deze, De Drie Levens van Joseph Klein van Ulla Lensen van Meridiaan Uitgevers, heb ik via mijn werk gekregen om te lezen deze maand. Heb ik inmiddels al gelezen, dus die kan op de stapel van al gelezen. Deze laatste twee heb ik sowieso allebei al gelezen, die ik op mijn TBR had staan. Ellen en Darcy van Alexandria Bellefleur van Zomer en Keuning Uitgeverij had ik ook voor deze maand op mijn TBR staan. En heb ik inmiddels al gelezen. Net als Smile van Raina Telgemeier. Dit is een graphic novel die ik van uitgeverij Condor kreeg. Superleuk. Maar ja, dat leest natuurlijk ook super snel. Dus ik dacht, die neem ik ook mee voor februari. Dan, nou ja, die heb je in een uurtje uit. Dus dat tikt wel lekker aan als je de gelezen boeken op het laatst van de maand gaat tellen. Dus 4 heb ik al gelezen. Eentje, daar ben ik over de helft, die ligt beneden. Dus dat zijn er al bijna 5 die ik heb gelezen. En dan heb ik er nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fysiek liggen en 2 als e-book. Dus nog 12. Ik denk niet dat dat gaat lukken, want het is me volgens mij qua aantallen nog nooit gelukt in een maand. Dus we gaan het zien. In ieder geval, dit zijn de boeken die ik wil gaan lezen deze maand. Dat zal niet meer, er zal niet iets anders tussendoor komen. Dit zijn de boeken die ik ga lezen. Welke gaat lukken? Dat is nog even de vraag. Maar ik vond het wel weer even leuk om een TBR-video op te nemen. En ik hoop dat ik dat gewoon kan blijven doen. Want nou ja, het is toch altijd leuk om boekenvideo's te maken. En ik vind ze zelf ook altijd leuk om te kijken. Dus ik hoop jullie ook. Dank jullie wel weer voor het kijken. En tot de volgende keer.